Goeiedag iedereen en welkom bij de tweede economische outlook van 2023. Het doel van deze outlook is opnieuw om de actualiteit van de financiële markten te koppelen aan bepaalde beursopportuniteiten waar je als ETF-belegger dan kan op inspelen. In deze video gaan we even na welke opportuniteiten er zich op de korte termijn voordoen. Het blijft namelijk een economische outlook en het is dan ook altijd interessant om te weten welke thema's zich de komende drie maanden heel relevant gaan voordoen of op welke thema's je als ETF-belegger kan op inspelen. Ik zal beginnen bij jou Olivier. Ik weet niet of er bepaalde thema's zijn die BlackRock naar voren schuift of thema's die heel interessant lijken om in te investeren de komende periode. Ja, ik denk als we gaan spreken over thematisch beleggen, is het goed om uh, in gedachten te houden wat dat eigenlijk wil zeggen. Hè, thematisch beleggen, daar ga je eigenlijk de facto investeren in de winnaars van morgen. En dus je kan dat wat ja, vergelijken met een voetbalploeg, waarbij eigenlijk de trainer. Offensief georiënteerd is. Dus een trainer die graag aanvalt. Maar natuurlijk, als je dan gaat kijken naar de effectieve voetbalploeg, dan moet je daar toch een evenwicht vinden tussen natuurlijk aanvalgerichte spelers, maar ook een goede verdediging. En dat vertaalt zich ook in de samenstelling van je thematische allocatie. Wij vinden momenteel in dat meer defensieve luik van thematisch beleggen twee thema's interessant. Vergrijzing de vergrijzing van de bevolking is natuurlijk een, een lange termijn trend waar we uh, kunnen op uh, inspelen maar heeft achterliggend drie sectoren die we interessant vinden de gezondheidszorg, financiële waarde en ten laatste ook de uh, luxe sector een ander meer defensief thema is het thema van water investeren in waterbedrijven bedrijven actief in de recyclage van water, kom je, uh, kom je automatisch terecht in meer de nut. Bedrijven van deze wereld en dus dat is ook eerder defensief van aard. In het aanvallende luik van thematisch beleggen zijn we momenteel fan van automatisatie en robotisering. Dat is een thema dat eigenlijk ja gaat inspelen op alle technieken rond. Artificiële intelligentie, maar brandend actueel, die ook voor bedrijven een oplossing biedt in de huidige uh, context van uh, tewerkstellingsproblemen, hè, de, de, de tekorten aan uh, personeel, uh, automatisatie en robotisering, ja, laat toe om eigenlijk hetzelfde te doen of meer te doen, maar met minder uh, personeel. Een ander thema, ook in dat uh, meer uh, offensieve luik, is bijvoorbeeld digitale uh, veiligheid, bedrijven en overheid. Moeten veel meer investeren in het beschermen van hun digitale activa in de context van de huidige geopolitieke spanningen. En dus bedrijven die daarin investeren kunnen het op vandaag goed doen. Misschien nog een laatste opmerking vanuit een sectorperspectief. Denk bijvoorbeeld daar aan sectoren of subsectoren. Die hoge winstmarges hebben. In de context van inflatie is dat belangrijk. Een sector die we daar interessant vinden, is de sector van de semiconductoren, de welke bij de hoogste winstmarges hebben in de wereld. Al die thema's en sectoren die kan je in de praktijk omzetten via ETF's. Okay, Mobin, I don't know if you have any additions on the question that I asked to Olivier. Are there certain themes that are really interesting in the coming months for investors? Yeah, I heard Olivier mention artificial intelligence. Certainly in 2023, it seems like artificial intelligence has entered the consciousness of the masses thanks to the explosion in chat GPT. People are talking about AI over dinner conversations. Uh, generative ai which is the buzz term right now and deals with uh, smart systems going through reams of data and producing something useful and meaningful when prompted will transform every single industry from healthcare to manufacturing to cars travel and leisure you name it but at the heart of this artificial intelligence revolution is data because we need data to make this tool meaningful and purposeful so all of this will have to be done within cybersecurity guardrails so to me uh, in 2023 artificial intelligence and cyber security are the two themes that cannot be ignored. okay thank you. En dan tot slot richt ik mij ook tot uh, Vincent. Heb je bepaalde thema's of sectoren die in de komende maanden heel relevant zijn voor ETF-beleggers? Ja, ik zal er drie aankaarten. Eerst, we hebben het al besproken, bonds are back, cash is back. De voorbij 10, 15 jaar was dat eigenlijk niet het geval. Nu hebben beleggers opnieuw de opportuniteit om in cash en korte, obli korte termijn obligatiefonds te beleggen met rendement en ook diversificatie in hun portefeuille. Dus dat zou ik zeker het nadruk op willen leggen. Dus Er zijn fantastische opportuniteiten zoals Olivier het aangaf, we hebben op dit moment rendementsverwachting al sinds de rend, allee, yields van 4-5% voor op kort, kortlopende obligatie dus uh, om een portefeuille goed te diversifieerd. ik denk dat de basis wel toch wel grotendeels ook met obligatie kan gebouwd worden. Dus dat is een eerste thema uh, qua diversificatie. Tweede thema is zeker china heropening, maar niet alleen eropening, China-leiderschap voor de komende jaar. Eropening is dit jaar, we zien het effect ervan, niet alleen in China, maar ook in opkomende markten. Leiderschap is China voor de voor komende tien jaar, zal uiteraard wel nog altijd uh, blijven sneller groeien dan uh, de rest van de wereld. Wij verwachten dan te 2030, dat China mogelijk de eerste wereldeconomie uh, zal zijn. China zal nog een groter consumptiemarkt. Dus alle eigenlijk, thema's of sectoren die ons uh, toelaten te kunnen profiteren van die consumptieboom in China, uh, zijn zeker thema die wij moeten uh, in portefeuille hebben. Dus China. Opkomende markten is dan zeker naar ons idee een uh, belangrijke thema. En dan de derde, maar die ook kraakt met het uh, uh, Chinese thema, is climate change. We zien eigenlijk dat beleidsmakers massaal investeren in deze richting. Europa met de Green Deal, Next Generation EU Fund, Reaper EU. Honderden miljarden die worden inderdaad in de, onze energietransitie geïnvesteerd. En het wordt nog versneld door de oorlog in Oekraïne en de nood om ons inderdaad energievoorziening verder te diversifieren. Hier. Niet alleen in Europa, in de Verenigde Staten: Inflation Reduction Act ook een grote plan om inderdaad fiscaal aantrekkelijk, enfin, dus fiscaal incentive te geven aan bedrijven ook om de energietransitie van de VS te versnellen. Ook in China trouwens uh, gebeurt dit uh, redelijk uh, snel op dit moment. We verwachten dat tegen 2030 enkele triljard dollar, dus duizenden miljarden dollar, zullen per jaar zullen worden aan de klimaatchangebestrijding uh, of aan de energietransitie. Dus dat is een breed thema, wereldwijd, waar China en Europa zeker op dit moment de twee leiders zijn. Dus, uh, een andere manier is ook om, het, uh, om het climate change thema te bespelen is zeker ook om de CO2-voetafdruk van de portefeuille te reduceren. En wij merken dat in een omgeving wat de CO2, de kost van de CO2-uitstoot stijgt, en in Europa schommelt dat ondertussen tussen de 80 en 100 euro uh, per ton, wel degenen die erin slagen om hun CO2-voetafdruk te reduceren, hebben eigenlijk beter resultaat, minder volatiliteit, beter performance. Dank u wel. En dat is alweer de laatste info die bij deze strategische outlook de tweede van 2023 gehoord. Ik wens bij deze alvast onze ETF-strategen Vincent Juvens, Olivier Pauwels en Mobin Tahir van harte te bedanken voor de waardevolle input die ze opnieuw hebben geleverd. Als je als ETF-belegger van Bolero nog meer praktisch aan de slag wil gaan met ETF's, de kenmerken daarvan wilt leren kennen, welke namen je moet opsporen of welke termen je moet intypen om tot bepaalde ETF's te komen, dan raad ik het zeker aan om onze Bolero Academy-pagina te bekijken, die specifiek op ETF's is gericht. Wij zullen de link dan ook bij deze video toevoegen en dan kijk ik alvast uit tot de volgende keer.